mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe video. Ja, het is alweer even geleden, maar toen waren wij op het werkplaatsvlogkanaal bezig met deze momentsleutel. Ik denk dat de meeste van jullie wel weten wat een momentsleutel is. Momentsleutel is ervoor om te zorgen dat je met de juiste kracht een bout of een moer aandraait. Dus je kunt instellen bij welke kracht de sleutel moet klikken en dan weet je dus dat het aan een moment klopt. Nou, zo meteen even laten zien hoe dat dan eruit ziet. Kijk, hier heb ik een momentsleuteltje. En hier zien we een waarde, die kan je instellen. Dat is in newtonmeters. Ik zal dadelijk precies uitleggen wat dat is. Kijk, en als ik hem nu bijvoorbeeld op 30 newtonmeter instel. 30, zo, klik. Nou, wat er dan gebeurt is, kijk, ik zet even de dop gewoon in de bankschroef. Zo. Kijk, en dan kun je nou kracht op gaan zetten. Dus je gaat kracht zetten totdat hij klikt en dan weet je dat de bout op het juiste aanhaalmoment vast zit. Als je hem op de goede manier vasthoudt, die sleutel, want dat was namelijk het hele punt. Wij waren met deze sleutel waren wij de wielmoeren aan het aantrekken van de hakselaar. Ja, daar werd de steel niet op de goede manier vastgehouden en toen zei een van jullie, die zei ja, maar als je de momentsleutel niet bij het uiteinde van de steel vasthoudt, dan klopt het aanhaalmoment niet. Nou, ik reageerde daar gelijk op van ja, maar dat is toch onzin, want het moment is gewoon kracht maal arm. Nou, ik heb hier een arm, dus het maakt toch niet uit of ik hem nou hier vasthoud of hier. Dat heb ik even moeten herzien. Ik heb het een en ander uitgezocht en het bleek dat diegene daadwerkelijk gelijk had. En dat kunnen we nou ook laten zien, want ik heb hier een digitale momentmeter. Dus ik ga nou laten zien dat het echt waar is. En daarna zal ik jullie uitleggen hoe dat nou kan komen, want het is ook gewoon te verklaren. Oké. Nou, wat er nou gaat gebeuren dadelijk is, we kunnen hier het moment aflezen. Dus ik ga hem vasthouden bij de handgreep. En dan ga ik er zachtjes aan trekken. Nou, hij is ingesteld op 30 newtonmeter, dus dat is behoorlijk goed, zou ik zeggen. 29,7. Nou, de theorie is dat het dus niet uitmaakt waar je die steel vasthoudt. Let op, ik heb niks veranderd aan de instellingen. Ik ga gewoon de steel hier vasthouden en let goed op wat er nu gebeurt. Kijk, je ziet daar gelijk die afwijking. Ja, het scheelt gewoon, wat is het, 5, 6 newtonmeter. Het enige wat ik heb gedaan is de steel hier vasthouden in plaats van hier bij de handgreep. Dus het maakt wel degelijk uit. En dan gaan we nou uitleggen hoe dat precies zit. Nou, voordat we verder gaan met de uitleg waarom dat je deze afwijking nou krijgt, is het misschien handig om eerst uit te leggen wat nou eigenlijk een moment is en hoe dat nou zit met hefbomen en momenten. Ik teken eerst even een hefboom. Zo. En die hefboom die zit hier op een draaipunt. En we gaan hier op die hefboom gaan we een kracht zetten. Nou, wat die kracht wil doen, die wil deze arm gaan laten draaien. Dus wat je dan krijgt, is je krijgt hier een draaiende kracht. Hier zo, in dit punt. Die draait rond dit punt. En dat is een moment. Dus je hebt hier een kracht. Een arm en dan een moment. Nou, de formule is eigenlijk kracht maal arm is het moment. Newtons aangeven. De hefboom zijn meters. En het moment zijn newtonmeters. Om het even simpel te maken kunnen we stellen dat een newton 1 kilo is ongeveer 10 newton. Klopt niet helemaal, maar voor het rekenen is dat prima. Neem dat maar aan. Als je het precies wil weten, volgens mij is het 9,81 of zo. Maar... Dus stel, wij hebben hier een kracht van 10 newton. En we hebben een hefboom van 1 meter. Nou, dan is het 1 keer 10. En dan hebben we hier dus een kracht van 10 newtonmeter. Nou, dat is eigenlijk hoe dat het werkt. Nou, als je nou deze kracht 20 van maakt, dan wordt dit natuurlijk 20 newtonmeter. Maak je die hefboom nou 2
en dit is 10. Als het 2 keer 10 heb je ook 20 Newtonmeter. Dus het komt er eigenlijk op neer. Als je een langere hefboom maakt, nou, dan wordt die kracht hier groter. Heb je een grotere kracht, wordt die kracht natuurlijk ook groter. Nou, dat kunnen we ook meteen laten zien, want we hebben natuurlijk daar zo'n mooie momentmeter. Dus ik heb hier een gewone ratel. En dan ga ik even meten hoe lang dat die is. Kijk, ik meet tot het hart van het draaipunt. En tot hier is 41 centimeter. Dus daar is 0,41 meter, want de hefboom is in meters. Zo, dan zetten we deze aan. Kijk, en dan heb ik hier nog een mooi apparaat. Dit is een Unster. Kijk, en met die Unster kan ik kijken. Ja, kun je uiteraard gewicht meten, maar je kunt er ook een kracht mee meten. Dus ik doe die Unster hier aan. En dan ga ik daaraan trekken. Kijk. Zet hem op 10 kilo. Kijk, je ziet het. We hebben daar nu een kracht van 40 Newtonmeter ongeveer. Hij was 41, dus we zouden hier eigenlijk 41 Newtonmeter willen zien. Maar ja, goed, we hebben hier een Unster die een beetje een afwijking kan hebben. Deze kan enigszins een afwijking hebben. Maar je kunt wel zien, dat klopt wel. Hè? Je hebt hier die hefboom, maar de kracht, dan krijg je daar dus een koppel of een moment. Dat is hoe hefbomen werken. Dan kunnen we nou gaan uitleggen waarom dat er dus een afwijking in die momentsleutel zit. Want dat heeft alles te maken met hefbomen. Nou is duidelijk hoe die armen werken en die krachten en zo. Dan is het nou misschien moment om even te kijken. Moment. Even te kijken naar, naar de sleutel en naar de momentsleutel. We hebben net eens verteld dat het aangrijpingspunt van de kracht. En dan ten opzichte van het draaipunt, die afstand, daar is de arm. Nou, het draaipunt is hier, recht in het hart van de bout of de moer. Als we nou even gaan kijken hoe een momentsleutel werkt. En de theorie gaat dus ook alleen maar op voor de momentsleutels die volgens dit principe werken. Kijk, dat is het namelijk zo. Je hebt hier zit de bout, maar ons scharnierpuntje zit daar. Kijk, kunnen we nog even laten zien. Kijk, maar goed. Zie je het? Daar zit ons scharnierpunt en daar wordt de kracht gemeten. Maar de boutkop, die zit daar. Nou is natuurlijk de theorie dat het moment waar ik mijn hand ook zet, ten opzichte van dat punt is hetzelfde. Dus of ik hem nou hier vasthoud of daar, die kracht hier die blijft gelijk. Maar hier zit nog een hefboompje en dat is where the magic happens. Zal ik nou laten zien hoe dat dan werkt. En dan gaan we nou de momentsleutel tekenen in plaats van dit systeem wat hier staat. Ja? Ik pak de maten niet precies van die momentsleutel. Ik pak gewoon hele makkelijke maten die makkelijk rekenen, zodat jullie geen rekenmachine nodig hebben om het te volgen. Oké, nou, dit is de momentsleutel. Dat is het klikpuntje. Dit is het stuk tot de bout. Even voor de berekening. Dit stuk is 1 meter. Dit stuk is 0,1 meter. Vervolgens gaan we deze momentsleutel instellen op 110 Newtonmeter. Nou, 110 Newtonmeter. We hebben hier een hefboom van 1 meter en 10 centimeter. Dus dat betekent dat we een kracht nodig hebben, hier zo, van 100 Newton. Dus de momentsleutel is afgesteld op 110 Newtonmeter. We hebben een hefboom van 1,1 meter. Nou, 100 keer 1,1 is 110 Newtonmeter. Het klikpuntje daarentegen, die hier zit, die, kijk eens, 100 Newtonmeter, 1 meter, die zit hier. Die zal dus klikken bij 100 Newtonmeter. Want ja, 100 keer 1 is 100. Nou, dit is hoe een momentsleutel werkt. En als jij hem gewoon netjes vasthoudt bij de handgreep, werkt hij perfect. Maar ga je hem nou in het midden vasthouden, let op wat er dan gebeurt. Ik ga het meteen even uitschetsen. Nou, ik heb de situatie hier overgenomen. We hebben nog steeds dezelfde momentsleutel. Nog steeds ingesteld met die waarde van 100 Newtonmeter die nodig was om hier 110 Newtonmeter te krijgen.
En nou ga ik laten zien dat dit dadelijk geen 110 Newtonmeter meer is. Let op, wat er nu gebeurt. Ik ga de momentsleutel hier in het midden vasthouden. Hier zo. Dus, dat wil zeggen dat dit 0,5 meter is. Klopt, hè? Nou, dat is bij hefboom zo, dat hebben we net verteld. We hebben hier 100 Newtonmeter, dan klikt die. We hebben hier 0,5 meter. Nou, wat je dan dus krijgt is die 100, die moeten we even delen door die 0,5. Dan komt er een waarde uit van 200 Newton. Dus ik moet hier met een kracht van 200 Newton drukken en dan zal deze klikken. Maar hoeveel is die kracht nou hier? Nou, dat kunnen we laten zien. Want wat er nu gebeurt is kracht maal arm. Dus wat we doen, 200 Newton van die kracht maal de arm. Dus dat is dan maal. En de arm is 0,5 plus 0,1. Ja toch? Want dat is de arm. Die moeten we eerst natuurlijk even optellen. En dan komen we bij 0,6. En ik denk dat de meeste van jullie het al uitgerekend hebben nu. Dan krijgen wij hier een kracht van 120 Newtonmeter. Ja, en dat is hoe het werkt. Kijk, de momentsleutel staat nog steeds op 100 Newtonmeter. Het enige wat ik heb gedaan is in plaats van hem aan het uiteinde vasthouden, hem halverwege vasthouden. En ja, je ziet het. Ja, dit stukje hefboom wat daar nog zit, dat is dus wel degelijk van invloed. En daarom is het dus heel belangrijk waar je de momentsleutel vasthoudt. Anders krijg je dus deze afwijking. Ja, ik vond het zelf een heel interessant verhaal. Vooral ook omdat ik in eerste instantie dacht dat het niet waar was. En dat is voor iedereen ook een hele goede les. Als je dan een keer ergens tegenaan loopt en denkt van, wat is dit nou voor ons in de kant, toch helemaal niet. Het is goed om jezelf dingen te blijven afvragen en gewoon onderzoek doen en dan uitvinden hoe het zit. Want dit is echt zoals het is. En een heleboel van jullie die waren het daar ook niet mee eens. En ik hoop dat er nou toch een heleboel mensen ja, toch tot het inzicht zijn gekomen dat het inderdaad zo is. Eén kanttekening, het is wel heel belangrijk wat voor momentsleutel je hebt. Kijk, de meeste momentsleutels hebben dus dat draaipuntje daarnaast de kop. Maar er zijn dus ook momentsleutels die dat niet hebben. Hè. Die werken volgens een ander principe. En dan heb je deze afwijking dus niet. Ja, ik vond het wel een hele interessante vaststelling. Vooral ook omdat ik eigenlijk dacht dat dit niet waar was. En een heleboel van jullie ook. Dus daarom dacht ik dat het belangrijk was om er toch eens een videootje over op te nemen. En ook speciaal in het Nederlands. Want in het Engels zijn er best wel wat video's hierover te vinden overigens. Ja, goede les. Als je denkt dat je weet hoe iets zit en iemand anders beweert iets anders, dan neem gewoon even de tijd en ga dat uitzoeken. En niet meteen roepen dat deze niet waar is. Want dat is jammer, dan doe je jezelf gewoon tekort. Zo is het. Hey, dan zou ik zeggen, mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.